Youssef El Achoui, jij kan in de selectie als geen ander vertellen wat de wedstrijden tussen Sparta en Excelsior inhouden. Ja, dat klopt. Die heb ik al een paar keer gespeeld. En dat zijn wedstrijden op zich. Dan maakt eigenlijk de stand op de ranglijst maakt niet uit. Het is een Rotterdams onderrondje. Dus ik denk het team met het meeste eergevoel en die echt met zijn hart speelt, is de winnaar. Hoe kijk jij terug op die derbies die jij meemaakte? Ja, goed. We waren leuke derbies. Het was altijd vol. Dus wedstrijden op zich, wat ik net al zei. En het is altijd leuk om ook een hele korte busreis. Dus dat valt ook weer mee. Ja, Sparta heeft het goed te maken. De laatste twee keer hebben ze op dramatische wijze verloren van jullie in de competitie. 3 dure punten in hun race voor de titel. Ja, en die keer daarvoor natuurlijk dat ze degradeerden. Ja, dat klopt. Was ik niet bij. Allebei niet bij. Dus morgen hopelijk wel. Dus ik kan me nog herinneren de rode kaart van Beekman volgens mij. Ja, Deekman. En ik hoorde van iedereen dat toen Excelsior ook zonder mij heel goed had gespeeld en verdiend had gewonnen. Dus we hopen dat er morgen ook weer zo'n wedstrijd is. Ja, aan het begin van het jaar zien wij het schema. Denken we één na laatste wedstrijd, Sparta-Excelsior. Wat zou dat mooi zijn als die wedstrijd eventueel voor de titel zou gaan. Maar ja, Sparta is al eigenlijk nu uitgeschakeld voor de titel. Jullie spelen onderaan. Het gaat jammer genoeg niet heel erg veel over. Ja, dat is ook zo. Ik heb thuis ook mijn flatscreen omgedraaid, dus we staan tweede. Nee, ja, helaas is het seizoen zo gelopen. En ik denk dat je alleen maar na volgend seizoen toe hier heel veel van moet leren. En het is een jong team. Ik vind wel dat we kwaliteit hebben. En we horen zeker niet waar wij nu staan. En een middenmotor, achtste, negende plek, had wel op zijn recht goed moeten zijn voor Excelsior. Wat doe jij volgend jaar? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Mijn contract loopt af. Of ik heb hier een half jaar seizoen getekend. Dus ik zie het wel. Ik laat het op me afkomen. En als er iets moois komt, dan pak ik het aan. En zo niet, dan zie ik wel weer verder. Maar zou het ook nog een overweging zijn om volgend jaar daadwerkelijk ook voor Excelsior te gaan spelen weer? Ja, absoluut. Geen probleem voor mij. Ik sluit niets uit. Dus zoals ik al zei, ik laat alles op me afkomen. En dan gaan we er goed over nadenken. Vandaag zijn we hier dan en dan mogen we de laatste 5 minuten mogen we bij de training aanwezig zijn. Een besloten training voor een wedstrijd die tussen aanhalingstekens niet al te ver overgaat in de tweede klasse. Vinden we vreemd? Ja, het zijn de regels van de trainer en die heeft dat zo. En laten we dat gewoon met z'n allen respecteren. En ik hoop dat je mijn omhaal er wel op hebt staan, want ik maak er een mooie goal. Dus. Ja, gebeurt er veel tijdens de besloten trainingen of zijn het meer standaard situaties die dan worden doorgenomen? Ja, mag ik dat wel zeggen? Het is wel een besloten training. Nee, wat er gebeurt, het zijn meer details. Weet je? Daar trainen we dan op. En we passen ons een beetje aan Sparta. En tegelijkertijd proberen we ook weer ons spel naar boven te halen. Dus het is van alles een beetje.